Ook op de PlayStation 5 kun je de database rebuilden, net zoals op je PS4. Dus loop je machine niet meer zo lekker, crash software vaak, probeer dan dit. Zet eerst je PS5 helemaal uit en daarna druk je hem weer aan en hou je de powerknop voor zo'n 5 seconden ingedrukt totdat je een tweede piepje hoort. Dan krijg je dit scherm te zien, dan moet je je controller met een kabel aansluiten en dan ga je naar optie nummer 5. Dan gaat hij dus je database herbouwen, geen paniek, hij gooit niks weg, hij zet alles gewoon weer netjes op volgorde. En hij zegt dan dat het lang gaat duren, maar in praktijk gaat het snel. En de kans is heel groot dat dit de oplossing is van je probleem. En sowieso is het aan te raden om dit regelmatig te doen. Meer tips voor je console? Volg dit kanaal.